Eerder dit jaar werd bekend dat Coolblue mogelijk dit jaar naar de beurs zou gaan en afgelopen week werd bekend dat dat waarschijnlijk deze maand al zal zijn, oktober 2021. Dus laten we in deze video naar Coolblue gaan kijken. Ten eerste, wie zijn de huidige eigenaren op dit moment? Hoe zien de laatste cijfers eruit van het eerste halfjaar van dit jaar? En tenslotte, wat is een goede waardering voor Coolblue? Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. Een kanaal waar we praten over geld en geld verdienen en het liefst op een passieve manier. En laat tijdens het kijken van deze video ook je tips, je feedback of je mening achter in de reacties onder deze video. Maar laten we dan beginnen met het eerste onderdeel en dat is de beursgang, het nieuws, oftewel de aankondiging. Want op 11 februari 2021, dus eigenlijk het begin van dit jaar, hadden we al het nieuws dat Coolblue een beursgang aan het overwegen was. Pieter Zwart, de directeur en de oprichter. Maakte toen bekend, omdat het er eigenlijk ook gewoon verplicht is volgens de wet. Uh, het was zo dat ze erover na nadenken waren. Dat is dus Pieter Zwart samen met Haltrust. Dat is zeg maar de, de andere groot aandeelhouder in Coolblue. En op het moment dat ze daarover na nadenken zijn, moeten ze dat in ieder geval alvast bekend gaan maken. Nou, een tijdje later kwam er dan nieuws dat de beursgang werd uitgesteld. Ze wilden wat meer tijd om het te gaan voorbereiden. En daarnaast zou ook de CFO binnenkort dan met uh, zwangerschapsverlof gaan. Uh, op zich wel raar vind ik dat zo'n groot bedrijf in ieder geval afhankelijk lijkt te zijn van één persoon, want dat is één van de redenen waarom het zou worden uitgesteld. Nou, afgelopen week werd dus bekend dat Coolblue nog deze maand naar de beurs wil, en volgens sommigen is dat zelfs al binnen twee weken. En ze lijken nu dus in één keer heel wat haast te willen maken. Want het gaat in één keer vrij snel. Zeker als die analisten die zeggen twee weken of die gelijk gaan krijgen, dan lijkt het één keer wel heel snel te gaan. In ieder geval een van de redenen. Of een reden extra voor mij om juist niet te investeren in de beursgang van Coolblue. Sowieso ben ik altijd al voorzichtiger met beursgangen. Omdat dat eigenlijk niet. Ja, niet bedoeld is voor de aandeelhouder, de nieuwe, maar juist voor de huidige aandeelhouders die geld willen ophalen of geld willen verzilveren. En juist nu ze ook dit jaar en waarschijnlijk dus deze maand, nog snel naar de beurs willen gaan, willen ze profiteren van het sentiment dat er nu op de beurs is. Het is best wel positief. Um, het is eigenlijk heel positief geweest het laatste jaar, dus dat is het goede moment om een bedrijf naar de beurs te brengen. Zeker zoals gezegd, als huidige eigenaar zijnde, want een beursgang is erop gericht zoveel mogelijk geld eigenlijk op te halen. Zoveel mogelijk van je geld te verzilveren, of tenminste een klein gedeelte te verzilveren voor zoveel mogelijk geld. En dat betekent automatisch dat jij als nieuwe aandeelhouder dus eigenlijk altijd benadeeld wordt... Je zal waarschijnlijk te veel betalen of een te hoge waardering hebben van het bedrijf. Dus eh, vaak is dat niet het meest interessante moment om als ja, nieuwe particulier bijvoorbeeld, als nieuwe aandeelhouder, juist in te stappen op zo'n moment. Maar laten we ook even gaan kijken wie die huidige eigenaren zijn die geld willen ophalen of verzilveren. Nou, ten eerste staat Pieter Zwart. Ik denk bij de meesten van jullie wel bekend, want je ziet hem best wel vaak in beeld, ook regelmatig in het nieuws. Hij is directeur en oprichter van Coolblue. Een van de drie oprichters van Coolblue, maar de enige die nu nog uh, actief is. En hij heeft zo'n 50 of 51 procent van de aandelen... De andere aandelen die zijn in de in beheer of in, in het bezit van Haltrust, een investeringsbedrijf van de familie van de Vorm. De tweede rijkste familie van Nederland met een vermogen van 9,2 miljard euro. Bekend van vroeger de Holland-Amerika-lijn. En nu inmiddels vooral van bijvoorbeeld Grand Vision. Maar het heeft ook heel veel geïnvesteerd in bedrijven zoals Arend, Poscalis, SBM Offshore en VoPak. En ook zij hebben dus een groot gedeelte in Coolblue en dat is namelijk 49% van het bedrijf en kijken we trouwens naar Haltrust, naar uh, ja dat bedrijf is beursgenoteerd, dus we kunnen ook gaan kijken naar hun koers. Dan zit die koers dit jaar al flink in de lift en ook zeker sinds het moment dat de beursgang werd aangekondigd op 11 februari eerder dit jaar. Want sinds dat moment zien we dus inmiddels een koerstijging van 25%, alhoewel dat niet alleen met Coolblue te maken heeft, dus maar zeker ook met andere investeringen, andere bedrijven die ze hebben. Waaronder dus zeker ook GrantVision dat de laatste maanden. Uh ...vanwege de overname veel in het nieuws is geweest. En beide partijen, dus zowel Pieter Zwart als Hal... ...zullen aandelen gaan inleveren voor deze beursgang om die mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd zal er voor 150 miljoen euro aan nieuwe aandelen worden uitgegeven. En dat geld willen ze dan juist weer gebruiken om nog verder te groeien. Nou, dat zal uiteindelijk betekenen dat wanneer de beursgang rond is... ...dat er zo'n 20 tot 30 procent van de aandelen dat die eigenlijk vrij verhandelbaar zal zijn via de beurs mocht je nou zelf ook willen beginnen met beleggen. Onder deze video plaats ik een link waarmee je gratis een account kunt openen bij de Giro. Dat is ook de broker die ik gebruik voor de aankoop van mijn aandelen. Maak gebruik van die link onder de video. Het kost jou niets extra's, maar het helpt wel het kanaal, dus dat wordt altijd gewaardeerd. En laten we dan vervolgens even gaan kijken naar de cijfers van Coolblue. Ik heb op de website van Coolblue gezocht op de investor relations pagina, maar daar heb ik nog niets kunnen vinden. Wel kun je aanmelden om informatie te ontvangen, maar die was nog niet beschikbaar op dit moment. Ik en ik weet eigenlijk wel zeker dat dat de komende tijd wel beschikbaar komt. Want wanneer een bedrijf een beursgang heeft, moet zij heel veel informatie bekendmaken, openbaar maken, zodat investeerders, nieuwe investeerders zoals jij en ik misschien wel juist zich goed kunnen inlezen. Dus mocht die informatie beschikbaar komen, zijn jullie dan geïnteresseerd om dat te zien in een nieuwe video? Laat ook dat vooral even weten in de reactie onder deze video. Maar via iax.nl heb ik juist wel cijfers gevonden. Dus laten we vooral even die eerst gaan bekijken. En in dit overzicht zien we dan links de eerste drie kolommen, dat zijn de jaarcijfers van 2020, 2019, 2018. En aan de rechterkant zien we de meest actuele cijfers eigenlijk. De eerste zes maanden van 2021 vergeleken met de eerste zes maanden van 2020. Laten we eerst even gaan kijken naar de jaren. We zagen dat vorig jaar het bedrijf net geen 2 miljard dollar, of euro moet ik zeggen, omzet had. Uh, iets minder, maar wel al een behoorlijke. Ja, verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor, namelijk zo'n 34% toen het nog ongeveer anderhalf miljard was. Gaan we even verder kijken naar deze cijfers. Dan zien we... Dat ze uh, het merendeel gewoon de normale omzet via Coolblue.nl hebben. Inmiddels ook een gedeelte via Duitsland. En kijken naar de eerste zes maanden van dit jaar, zien we dat het al flink gegroeid is. Ze willen natuurlijk steeds meer landen actief worden. Ook een van de redenen, natuurlijk, waarom ze een beurs gaan doen om geld op te halen. Om juist ook die uitbreiding te kunnen betalen. Uh, we zien ook uh, revenue van Home and Go van 11 miljoen vorig jaar. naar nu inmiddels al 21 miljoen. Dan hebben we hier de EBITDA, de winst zeg maar, voor alle belastingen, uh, afschrijvingen. Maar wat interessanter is, is eigenlijk vooral hieronder de winst, oftewel de netto winst uh, van 53 miljoen. Dit jaar de eerste zes maanden al 25 miljoen. Um, als we daar goed op gaan letten, zien we eigenlijk wel dat de omzet toeneemt. De eerste zes maanden zeg maar 1,2 miljard afgerond. Dat zou betekenen dat ze... Dit jaar 2,4-2,5 miljard omzet ze zullen gaan boeken, zullen gaan halen waarschijnlijk. Een goede 20% extra van wat ze vorig jaar hadden. Maar we zien dat daar de winst eigenlijk bij achterblijft. Die groeit niet mee. Uh, die is wel hoger dan vorig jaar, maar niet zo hoog als afgelopen jaar. Het kan zijn dat de tweede helft van het jaar voor meer winst zorgt. Het kan ook gewoon zijn dat ze meer kosten hebben. Uh, andere dingen waardoor het eigenlijk niet meteen hierin zichtbaar is. Wat we wel zien is, en dat is een goed teken, is dat het aantal um, actieve jaarlijkse klanten blijft toenemen. Dat was vorig jaar uiteindelijk 3,8 miljoen klanten ten opzichte van 3 miljoen het jaar daarvoor. Maar inmiddels zitten we nu al op 4,2. Dus ze weten nog steeds nieuwe mensen te bereiken. Uh, mensen die waarschijnlijk ook regelmatig terug zullen komen. Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is van Coolblue. Blue. Dat de manier waarop ze reclame maken, alles is heel leuk, alles is heel gezellig. Uh, mensen zijn blijkbaar vaak ook bereid om iets meer te betalen. Zeker als je gaat vergelijken met Amazon. Um, maar ja, het is ook een heel ander model dan Amazon. Um, dit is meer. Ja, bijna het idee van een kleine winkel die nog bij jou thuis komt afleveren, die nog komt installeren voor jou. Dat is zeker iets wat bij Amazon niet het geval is. Dus mensen zijn daar zeker wel bereid voor te betalen, blijkt wel, want we zien nog steeds het, het aantal klanten dus toenemen. En kijken we nog verder, dan zien we capital expenditures, oftewel investeringen die ze doen. Nou, die waren vorig jaar bijna 30 miljoen en dit jaar al 26 miljoen, dus ze blijven volop investeren in het bedrijf. Zorgt er waarschijnlijk ook voor dat de winst wat lager uitvalt of in ieder geval de marge lager is. Juist omdat ze nog steeds meer investeringen doen. En we zien ook wel dat uh, de schuld die ze hebben relatief laag is. Zeker vergeleken met de winst zou ik zeggen, maar zeker ook vergeleken met de omzet. Dus het is wel een bedrijf dat eigenlijk nog meer schuld zou aan kunnen gaan. Juist om die groei eigenlijk aan te jagen. Om te zorgen dat ze de groei vasthouden of mogelijk zelfs nog kunnen uitbreiden. Zeker belangrijk voor een bedrijf. Um, het is veel geld, 2 miljard omzet. Maar gaan we dadelijk kijken bij concurrenten, dan valt het eigenlijk in het niets. En laten we dat ook maar trouwens meteen gaan doen. Laten we ook even gaan kijken naar de waardering van het bedrijf van Coolblue. En hiervoor wil ik dus gebruik maken van twee andere concurrenten. Ten eerste Amazon en daarnaast ook Alibaba. Kijken we naar de beurswaarde, dan zal die waarschijnlijk voor Coolblue tussen de 3 en 6 miljard euro uitkomen. Dat is het bedrag dat ze ook zelf voor ogen hadden eerder dit jaar. Heel veel analisten zitten trouwens ook binnen deze bandbreedte. Maar zoals gezegd, dat is heel veel geld, zeker voor Nederland. Maar kijken we met de beurswaardes van bijvoorbeeld Amazon 1660 miljard of Alibaba bijna 400 miljard dollar, dan valt het eigenlijk meteen in het niet. Is ook wel logisch. China is veel groter. Amazon is wereldwijd actief. Dus laten we ook even gaan kijken naar de omzet. Zoals gezegd, bijna 2 miljard euro Amazon vorig jaar 440 445 miljard dollar. En uh, Alibaba 120 miljard dollar. Dus Alibaba 60 keer groter. Uh, Amazon 250 keer groter, laten we zeggen. We zagen wel dat ze allemaal een behoorlijke omzetgroei hadden. Natuurlijk, allemaal geprofiteerd van de crisis, de coronacrisis, de pandemie die we hadden. Waardoor mensen natuurlijk uh, veel online gingen winkelen. Maar ook veel nieuwe apparatuur moesten hebben om thuis überhaupt nog bijvoorbeeld aan het werk te gaan. We zien wel dat juist de grotere bedrijven uiteindelijk ook een grotere. Uh, omzetgroei hebben gezien, want 34% is gewoon heel erg goed. Maar we zien een groter bedrijf als Amazon harder groeien. En ook Alibaba is natuurlijk ook wel zo dat, kijk bijvoorbeeld naar Amazon, heel veel geld wordt daar verdiend. Niet per se met de producten die ze verkopen, maar juist ook met de diensten die er omheen hangen. Amazon Web Services, de, de cloud computing, zeg maar allemaal. Daar wordt heel veel geld verdiend. Uh, en dat zijn dingen die Coolblue dan weer niet heeft. Dus het is ook niet één op één een vergelijking. Uh, maar het zijn wel een beetje. Ja, als je denkt aan Coolblue, denk je waarschijnlijk ook aan Amazon. Maar zoals gezegd, Amazon heeft heel veel dingen zelf in de hand. Ze hebben veel medewerkers zelf, veel warenhuizen zelf waar ze alles opslaan. Ze doen dus veel van de bezorging ook zelf. Nou, Coolblue doet de opslag en de bezorging ook voor een groot gedeelte steeds meer zelf. Maar kijk bijvoorbeeld Alibaba, dat is juist eigenlijk alleen een platform. Daar zitten juist bedrijven op aangesloten die zelf vervolgens... Um, Producten gaan versturen en dat soort dingen. Dus Alibaba is, maakt het eigenlijk alleen maar mogelijk, is meer een marktplaats dan dat het eigenlijk een, een winkel is. Dus ook dat is wel belangrijk um, om ja, in gedachten te houden. En sowieso, Alibaba op dit moment, een Chinees bedrijf. Chinese aandelen zijn niet heel interessant, niet uh, ...interessant trouwens wel, niet heel erg gewild op dit moment... ...dus dat zorgt zeker ook voor zometeen P.E. ratios die we gaan bekijken. Voordat we dat gaan doen, laten we even kijken naar de winstmarge. Bij Coolblue zo'n 2,5-3% um, is laag... ...maar dat zien we vaak bij bedrijven die um, ja, veel omzet hebben... Kijken we naar Amazon, dat is dan een stuk hoger, 6,6%. Terwijl het eigenlijk de verwachting is dat ze dit jaar nog stukken hoger uitkomen. Namelijk meer richting wat Alibaba heeft van 19%. Maar zoals gezegd, Alibaba is eigenlijk meer een dienst dan dat het eigenlijk een winkel is. Dus die zullen ook veel minder, minder kosten hebben. En dan komen we uiteindelijk eind uit bij wat waarderingen, wat vergelijkingen die we kunnen maken. We zouden uiteindelijk kunnen gaan kijken naar een PE-ratio. Dat ligt bij Amazon nu op bijna 60, heel erg hoog. Um, ja, ik snap het aan de ene kant wel. Ik wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben dat het een juiste of een goede waardering is om in Amazon in te stappen, maar als je ziet hoe hard ze groeien, ondanks de grootte van het bedrijf, zijn heel veel beleggers bereid daar veel voor te betalen, omdat ze verwachten dat die groei ook nog aanhoudt, dat ze heel erg winstgevend zullen zijn, terwijl juist bij Alibaba, als we gaan kijken, eigenlijk betere marges hebben, zeker ten opzichte van hun winst, want de winst is hetzelfde. Maar de omzet is drie, vier keer kleiner dan Amazon. Maar daar zijn mensen gewoon nu niet bereid te betalen omdat het een Chinees aandeel is. Dus we kunnen ook gaan kijken naar de price-to-sales. Oftewel, hoe vaak wordt eigenlijk, uh, wat is de beurswaarde ten opzichte van de omzet? Die is bij Amazon 3,75, bij Alibaba 0,5. Dit is wat hoog. Dit is heel laag zeker. Um, en het heeft allebei zijn eigen redenen, maar het geeft in ieder geval nog een beetje een, een houvast, een vergelijking die we kunnen gebruiken voor onze eigen waardering voor CoolBlue. Want als ik het zo bekijk, dan verwacht ik dus een omzet dit jaar voor uh, CoolBlue van 2,4, laten we zeggen 2,5 miljard. En dan zou ik eerder uitgaan van een price-to-sales van misschien anderhalf tot twee keer de omzet. Dat zou betekenen 3,8 tot ongeveer 5 miljard euro als waardering voor Coolblue. Dat valt in de onderste helft eigenlijk van hun eigen doel... van 3 tot 6 miljard aan waardering. En we zien ook veel analisten inmiddels al een beetje denken van... 3 tot 4 miljard, iets boven de 4. Dus daar komt het wel een beetje mee overeen. Maar het is vooral belangrijk van hoe kijk jij tegen Coolblue aan. Zeker in vergelijking met Amazon. Amazon is veel groter, veel uitgebreider... Um, denk uiteindelijk veel dominanter. Ze kunnen op prijs veel betere prijzen uh, aanbieden. Dat is interessant voor de consument. Al blijkt wel dat heel veel andere klanten misschien ook juist wel voor uh, snelle levering, betrouwbaarheid gaan. Uh, dus het kan ook zijn dat ja, Coolblue toch een ander model heeft wat ook klanten aanspreekt. Maar ik denk zeker wel dat we uh, rekening moeten houden ook met de toekomst dat Amazon wel steeds groter zal worden in in Nederland. Ze zijn nu wel actief, maar nog niet. ...heel veel mensen maken er gebruik van... Um, ...en ik denk dat dat wel toe gaat nemen de komende tijd. Maar laat ook even weten aan welke waardering jij zat te denken... ...en hoe jij tot die waardering bent gekomen... ...op welke punten ben je nu al aan het letten... ...hoe vergelijk je verschillende bedrijven met elkaar... ...of op welke punten wil je gaan letten... ...zodra er meer cijfers bekend zijn. Laat het ook vooral weten via de reacties onder deze video... ...altijd interessant om van elkaar te kunnen leren... ...en laat ook vooral weten of je überhaupt al interesse hebt... ...in het aandeel in deze beursgang... ...of dat je ook altijd liever een stapje terugneemt... ...bij een beursgang en het liefst... Even afwachten omdat het mogelijk te veel hype is. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.